De vereniging NAX is in rouw gedompeld. Vanmorgen is haar grote motor, steun en toeverlaat Wilgo Baarn heen gegaan. Baarn, die al geruime tijd sukkelde met zijn gezondheid, werd vanmorgen onwel. Een ingeschakelde ambulance mocht niet baten. Wilgo Baarn, die liefkozend oom Wil genoemd werd door de leden van NAX, stond bekend als de grote cultuurdrager. Hij was ook de initiatiefnemer van de Alakondrindrong. Daarnaast heeft Baarn ook zijn sporen verdiend als regisseur, acteur, komiek, schrijver, zanger, danser, drummer, cultuurkenner en uitdrager van de Afro-Surinaamse cultuur. Deze veelzijdige Surinamer liet je volgens een van de NAX-leden geloven in het talent dat hij in jou zag. Daarmee haalde hij de twijfels van vele jonge opkomende acteurs en actrices weg. Hij wordt getypeerd als een vaderfiguur die erop stond dat je naast entertainment ook een sociaal leven moest hebben. Oom Wil was een vader voor de jongeren waarmee hij werkte. Hij zorgde ervoor dat je talent ontwikkeld werd. Een optreden met hem was altijd een feest, memoreert een ander lid. Zijn 70ste verjaardag is vorig jaar uitbundig gevierd door NAX. De cultuurguru is 71 jaar geworden.